Hey jongens, welkom terug en we zijn er zijn aan de start van de Tour de France. Hier 1 juli is dan ook nog eens de transferperiode. En we gaan gewoon van start. Voor mijn renners. Top 5 rijden in Tour de France is ons doel. En Van den Broek is in vorm. Gees is in vorm. Kelderman nog niet, maar die zal in vorm moeten komen. Thomas de Gent gaat mee. Uh, Dominique Cornu gaat mee. Tom Jel de Slachter moet mee. Greg van Avermaten moet mee. 3 van eens is een mega vorm, maar die gaat dat waarschijnlijk niet kunnen vasthouden. Lars Boom gaat mee als tijdrijder en we gaan nog een... Uh, wie gaan we nog meepakken? Bart de Klerk, ik weet het niet. Serge Pauls, we hebben een aanvaller. Sebastian Langeveld. Voilà. Of nu. Ja. ja, Sebastian Langeveld mag niet. Mag mee, maar nee. <laughs> um, we skippen gewoon de eerste rit. Heb iedereen op normaal. Eerst ik moet niet deelnemen aan de spurtjes. Graag uh, van Avermaet. Mag wel als spurter mee. Voila. Weet maar nooit. En we simuleren de eerste... En het levert op. Boom. Mark Cavendish wint van Avermaet. Wordt elfde dus. Mark Cavendish wordt de eerste leider in deze tour. Op de allerlaatste plaats, Kelderman geëindigd. <laughs> oh my days. En ja, we gaan gewoon verder, uh, etappe per etappe. Ik ga elke keer stoppen bij wie dat er heeft gewonnen, maar ik ga de simulatie natuurlijk niet laten tonen. Voilà, jongens, er was al een afscheiding gebeurd deze rit. En Jurgen van den Broek is derde geworden. Jens Voogd heeft deze rit gewonnen. Valverdi was tweede. En we staan al derde in het klassement met Van den Broek. Monfort vierde. Andy Schleck vijfde. Contador zevende. En ja, dat is zeker niet slecht. We gaan eens kijken. Niemand bij de opgave mensen. En we gaan naar 1 juli ze. Tijd voor transfers. Oké, okay, we moeten ook de voorselectie doen van het uh, WK. Tom Bonen uh, gaat niet mee. Oké, okay, Sava. Gilbert gaat wel mee. Van den Broek gaat niet mee. Van Avermaat wilt wel mee. Yes. Thomas de Gent wil ook niet mee. Tim Welles wil wel mee. Daar gaan we hem daarop voorbereiden. Die Kluijens zou wel ook mee willen. Jan Leukemans, kom maar, Monfort, nee, Monfort niet. Jelle van Endert wel. Dominique Cornu, Sven Nees meepakken. <tie> uh, ja, we hebben vooral redelijk wat klimmertjes nodig. Stij in de Volder. Mogen nog mensen meepakken. Jani Meersman. Set van Marke wil niet mee. Dan gaan we iets bij de klimmers gaan kijken. Dus even voilà. Jan Bakelans wil wel mee. Kevin Seeldraaiers ook. Bart de Klerk en nou, gaan we Dries ook nog meenemen voilà voor de tijdrijden ja gewoon de beste tijdrijders Dominique Cornu Maximo For, wilt ook niet mee Rosseler wilt wel mee Van den Broek wilt ook mee Stijn de Volder wilt mee Thomas de Gent wilt niet mee on, Christophe van de Waal wel en dan Ben Hermans wilt ook mee voilà dan hebben we het al gefixt en nu gaan we ja, kijk bij mijn shortlist van renners, er staan er een paar tussen. Uh, Heido, uh, Stijn van den Berg, Betancourt, Chris Ankersheurusen, Valverde, Pinot, Wiggins, Degenkolb, Daniel Martin, Viviani, uh, Ma Max Lodge. Waarom deze renner? Die sukt toch? Ja, maar hij is wel Luxemburgs kampioen en ik wil gewoon een trui. Dus misschien dat ik hem nog koop, ik ga nog wel zien. Uh, maar eerst en vooral gaan we beginnen met uh, een topper. Dat is het allerbelangrijkste en Thibaut Pinot zou me dat kunnen bieden. Maar ik zit natuurlijk met uh, Mollema, Geesting, Jurgen van den Broek. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Degenkoop wil ik wel zeker hebben. Gewoon het feit dat dat een mega goede sporter is. Oei, je hebt geen sponsor voor het volgende seizoen. Oh. Ik ga staan te Gaan we dan voor die Kazachstaanse ploeg. Internationale reputatie. 557.000. Ja, we gaan dat doen. We gaan met het soort van truitje van Astana rondrijden tot 2016. Heel lang. Heel lang. Maar ik zoek toch maar twee seizoenen te doen. Dus dan hebben we een jaar in dit truitje gereden. En een jaar in een ander truitje. Dus kom aan, we gaan eens kijken. Hè. John Degenkolb, Hup, contact opnieuw. Wat? Oh my days, dat is niet goed, dat is niet goed. We zullen deze... dan hopen dat er, um, ja, dat er nog niets is gebeurd met die renners, want anders ga ik mezelf... ...een keer al mijn dingen gedaan en kan ik beter gewoon één seizoen verder doen. Uh, Thomas de Gent, krijgt Van Avermaet. Monfort neemt de leiding over. Alberto Contador ook goed mee. En waar is Van den Broek daar op de tiende plaats? Robert Geesink staat al op 4 minuten en een half. Alleen jongens, er zijn nog niet eens zware bergritten geweest. Zeer raar. Wat we gaan simuleren gewoon bij, uh, bij de rest van de koersen natuurlijk. Voila. Eens kijken. Hè. Overeenkomst. Oké, okay, voila. Dat is nu denk ik wel gefixt. Eens kijken. Degenkolp. Klik nog eens aan voor de zoveelste keer. Up. Contact opnemen. We geven een 45.000 jaar. Kopman. Zeker aan vast. Hup. En nu eens kijken wat hij daarmee gaat doen. TJ van Garderen. Natuurlijk wil ik die hebben. Wie wil die niet? Oh, we hebben daar al geen geld meer voor. Wauw! We kunnen één renner kopen. Lekker veel. Um, ja, dan gaan we maar wat voor jongere renners moeten gaan. Hè. Voor minder dure. 11.000. 11.000 voor Ruiano, Die is ook graag wel een goede klemmer als helper. We gaan contact opnemen. We gaan 9000 bieden. Voilà. Dan die Max Lodge wil ik hebben in mijn team. Gaan, info contact opnemen, 2000, 2 jaar, Hup. Dan, Betoncourt zou ook vet zijn, maar dat gaat niet lukken. Stijn van den Berg, eens kijken, 14.500 zouden we hem nog kunnen bieden, niet zoveel. Haido, een sporter van 79 die geen contract heeft, maar eens kijken hoe cheap dat we die zouden kunnen kopen, 8750 bieden. En dan zullen we het hier maar even bij laten, zeker. Ah, echt heel jammer. Van Verdi had ook anders mega vet geweest. Hmm, dat ziet er niet goed Oké, okay, er is een ploegentijd eruit geweest. En mijn team was het derde beste team. Dus hier hebben we niet veel tijd verloren. Uh, negende staat momenteel in het algemene klassement uh, Jurgen van den Broek. En elfde, Greg van Avermaat. Dus uh, Jurgen van den Broek doet nog goed mee. Vroem staat op een minuut. Hier, Maximo Forrest, altijd de leider. En Alberto komt door op 34 secondjes Dus we zitten ongeveer een minuut hier. Drie dagen skippen. Ik ga hier toch geen racen winnen. En dan zie ik jullie terug daar bij die eerste bergrit. En we gaan eens even kijken wat staat hier op Pinot. Kandidaat AG de van Garderen Movistar. Uh, nog niets voor ons. Oké. Okay, uh, Heido weigert ons voorstel. Mac Lodge heeft getekend. Degenkolp heeft getekend. Rugano weigert ons voorstel. Tom Slachter is geblesseerd geraakt in de Tour de France met een gebroken pols. Tom Slachter, een van onze renders die Jurgen van den Broek goed moest leiden, is uitgevallen tot midden augustus. Tom Slachter, toch kijk, 74 klimmen. Jammer dat hij uit is gevallen. Is er toevallig nog een topper uitgevallen? Geen idee. Frank Schleck is nog niet beschikbaar tot midden juli. Daarna zit hij terug in het spel. En nee, zo te zien geen enkele topper. En hoe is het dan nu met deze rit? Vette kool. En dat minder vet. Dus we gaan de 6e juli gaan we rijden zelf. En voor de rest niet. We gaan snel nog eens kijken. Omdat. Of, um, of dat we daar nog iets mee kunnen doen. 23.000 kunnen we nog bieden op een renner. 23.000. Hmm. Dirugano, Koers, Stijn van den Berg, 78 Kassei, maar dat is ook alles. Hè. Chris anker Seurissen. We gaan Chris anker 12.000 hebben voor één jaar. En dan Dirugano gaan we ook nog een contactje aanbieden, maar voor 11.000 ook twee seizoenen of één seizoen. Ja, één seizoen, waarom niet? Voilà, en dan hebben we toch twee nieuwe renners. Misschien nog in ons team. Dan hebben we er dus Dan zullen we dat wel compenseren voor de renners die we zijn kwijtgeraakt. Oké, okay, we zitten hier aan die call. Ik ga gewoon deze rit opstarten en we gaan eens kijken dat Jurgen van den Broek nu al staat, eigenlijk in de toer ten opzichte van de andere toppers. Oké okay, jongens, laten we de stand van zaken er eens bij nemen. En kijk eens aan Kelderman met zijn Nederlandse trui en Jurgen van den Broek met zijn Belgische trui. Hoe zalig? Hier voor ons rijdt Veukleer met de gele trui aan. Uh, we gaan verder in de dingen zoeken. Hier zit Marcato met de bolletjes trui aan. En eens kijken of we de groene en de witte trui kunnen vinden. Hier zien we in ieder geval Sagan met zijn Slovaakse trui. Ehm... Um, eens even zoeken hè. Hier is Cavendish met zijn, uh, met zijn groene trui. En dan de witte trui. Waar vindt hij zich niet gevonden? Eens kijken, TJ Van Garderen, oh helemaal van voor in het peloton. Zit inderdaad de witte trui bij Van Garderen. Dus we gaan eens kijken, Vukluijer op 1, bijna 2 minuten voorsprong op Montfort. Dus eigenlijk zit ik maar een minuut en een half achter op de echte leider, want Vukluijer had dat toch niet vol tot op het einde. Uh, dus elke positie van een broek, 13e Van Avermaat, 15e De Gent, 27e Geesting, dus alles is nog mogelijk. Uh, Mark Cavendish is de eerste bij de Spurters, dan Sagan op een tweede plaats. Mercato, ja, eerste in het bergklassement, van Avermaat, derde. Team, zijn we het vierde team, het beste team is momenteel Radiocheck. En ja, Van Garderen is de beste jongere, en Kwiatkowski, de tweede beste. Oké, okay, uh, misschien nog uh, één klein dingetje alvorens dat we ja, van, richting de Col gaan, het is nog 100 kilometer. En er zijn vier renners weg. Luis Leon Sanchez, Lemie Tiralongo en Johnny Hogerland. Zijn de vier renners die weg zijn. Ze hebben 7,5 minuut voorsprong. Uh, spurt hier nog zo te zien samen met Degenkolb. Ja, Degenkolb die volgend jaar voor ons gaat rijden. Haha. Um, ja, dat even te En uh, ja, be right back wanneer we op de klim zitten. Oké okay, jongens, we gaan ervoor. We gaan gewoon demareren op deze goal. Uh, ja, we gaan het gewoon doen en kijken wat dat er gebeurt met het peloton. Uh, ja, het is echt een berg, dus ik ben redelijk benieuwd. Gaat hij breken of gaat hij niet breken, Veukleers? Hè? Ik denk het wel. Uh, andere toppers zoals Costa waren zelf, Contador. Ik vraag het mij gewoon af, ah, hier zit Contador, oké. Okay. Contador gaat dan toch nog mee. Uh, Van Avermaat en Cornuya zijn helemaal kapot natuurlijk. En we zijn weg, zei Kelderman. De gent, g -Sync. oh my deus, mijn toppers zijn gewoon aan het wegrijden in het peloton. g gaan we ook eens zijn powerbarken laten nemen. En ja, ga gaan van den Broek nog kunnen helpen. Dus vuurkleier krijgt het gat niet dichtgereden, dat is je wel. Of gaat hij het misschien wel dichtrijden? Geen idee. De andere toppers moeten in ieder geval ook al beginnen te rijden om iets te kunnen bereiken. Oké, okay, ik zal jullie eens een update geven, want Contador wil hier net gaan demareren. Uh, maar we gaan toch, nee, ik zal wel wachten tot na de demarage van Contador. en eens kijken wat daar gaat gebeuren, want kijk, Contador gaat demareren. Maar ik zit hier nog met drie, vier renners van mijn team, dus ik wil eigenlijk nog niet wegrijden. En we gaan gewoon eens kijken of we het gat niet op ons gemak schijt, zouden kunnen dichtrijden met deze renners, want uh, ze demareren, dat is niet echt iets uitvoertuigen van een broek. Dus vanaf dat we het gat terug hebben dichtgereden naar Contador, kom ik wel terug bij jullie. Oké, okay, uh, we krijgen het gat niet meer dicht naar Contador. Zeer typisch, uh, Hij begint precies wel af te zien. Van den Broek, Vroom, dus we zijn met drie weg. Hier rijdt Geesink, rijden het gat naar Geesink niet dicht, wonderbaarlijk zelf. Dus misschien moet ik nog maar een beetje rijden met Geesink, als ze het dan toch niet kunnen dichtkrijgen. Kijk, hier vragen ze allemaal om drinken en zo beginnen ze tijd te verliezen. Zelf Thomas de Gent hangt er nog aan, dus hé uh, hé hey, 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 Supergoed van ons team. Oké, okay, uh, Geesten krijgt nog altijd uh, hier zowat tussen hen. En ja, die gaat, gaat niet dichtrijden. Contador uh, en Froome willen niet rijden, dus ik moet zelf rijden. Maar mijn doel in deze Tour is om top 5 te rijden. Dus ik ga het gewoon doen. Ik ga voor hen op kop rijden. Omdat ik heel veel tijd kan winnen op uh, mijn grootste belagers. Kijk, zelf hier Thomas de Gent. Ik kom hier zelf nog terug aansluiten. Tira Longo zit er nog bij. En Nibali, ik moet zeggen, echt mooi. Met dat Italiaans truitje aan. Kijk, de gent is zelf aan het wegrijden. Uh, zonder dat hij dat wilt. Dus uh, kijk, Tira Longo gaat nu uh, tempo maken voor Nibali. Gelukkig zit hij er nog bij voor Nibali. Anders uh, is er niet echt iemand gereden. Kijk, hier is Vuclair, Montfort. Dus daar zijn we allemaal vanaf. Hier is Van den Broek nog altijd aan het rijden. Geest rijdt er ook nog altijd tussen. En. Ja, Van den Broek laat hem maar gewoon doen. Hij is toch redelijk in vorm vandaag. En eens kijken of we met de Gent aan die slecht gaan kunnen volgen. Oké, okay. Van den Broek rijdt hier dus nog altijd op kop voor Froome en Contador. In de verre verte komt Valverde af samen met G-Sync, die eigenlijk eh, tempo niet echt kan volgen van Valverde. Dan hebben we hier dit groepje nog met de Gent en al andere toppers. Maar je ziet dat de Gent en Geesting duidelijk niet fris genoeg zijn om deze tour te kunnen winnen. Dus alles zal van Van den Broek afhangen. En kijk, hier rijden ze nog altijd wel. Er gedrieën laat en maar rijden van den Broek en hij is goed bezig. Hupzakke, Een demarage met Van den Broek. Ik vind dat ze al zo lang in mijn wielen hebben begonnen dat ze ook eens mogen afzien. Dus we gaan een demarage doen. En er kan gewoon niemand mee met Van den Broek of... Wat. Oh, ho, ho, ho. Nu moeten ze wel melderen. Tweeën gaan samenwerken. Kom aan, Van den Broek. Laat Contador en Froem is afzien. Contador was dan nog weggereden in het begin. En nu is hij aan het afzien. Ze. He, he. Oh, my god, jongens. Dit gaat gewoon waar zijn. Van den Broek is aan het weggereden van deze toppers. Ho, oh, oh, ho, toch. Wat doe jij nu toch allemaal? Nog een spurtje trekken om nog wat extra secondjes te pakken. Kijk, want zijn balsken is hier toch nog niet. Volledig leeg. Gaan, nu stoppen we. En dan gaan we echt een mooie voorsprong halen. Overwinning in de Tour de France voor Jurgen van den Broek. En hoeveel tijd gaan we pakken op Vroem en Contador? We pakken 1 minuut, 1 minuut en 10 seconden op Vroem en Contador. En dan komt Evans met Pinot, Geesting van Garder en Nibali. Eigenlijk alle toppers een beetje samen. Dus uh, hey, goed gereden van Van den Broek. Ik ben keihard trots. Hier is de Gent in het wiel van Wiggins. Iedereen is gewoon pomp af. Voila, het podium Jurgen van den Broek. 1 minuut en 1 seconde gepakt. En de rest is heel ver achter. Dus die top 5 plaats gaat zeker lukken in de Tour de France. De nieuwe leider is Contador. 21 seconden voorsprong op Froome, 21 seconden op van den Broek. Dus ik ben kei blij met die demarrage van uh, van den Broek. Want nu staan we eigenlijk bijna niets niet meer achter op Contador en Froome. Dus dat ziet er heel goed uit. Uh, Kevin heb dus nog altijd de leider. En ik denk dat Van den Broek wel eens. Uh, Je hebt inderdaad de bolletjes thuis voor Van den Broek. We hebben drie punten meer, dan komt dat door. <laughs> voilà, van Garderen, ja, tien minuten bijna voor in het jongere klassement. Dat was te denken dat hij dat met gemak ging winnen. We zijn momenteel het beste team. Ah, ik ben uh, zeer trots op Jurgen van den Broek. Dus nu gaan we nog eerder het laten zien. Vooral eer dat we deze aflevering stoppen. Nog een tijdrit. Dat Van den Broek allemaal redelijk goed zou moeten kunnen. Dus, voilà. Euh, nog niets speciaal. Kijk, het is hier terug een berg dingen. Ik ga hem niet zelf rijden. Het is misschien aankomstberg af. En euh, Van den Broek zal wel niet zoveel tijd gaan verliezen, zeker? Op, euh, op die jongens. Allez, ik verwacht dat toch niet. Dus, euh, ik klagen voor de zoveelste keer dat ik simuleer. Maar nep, inderdaad, van een broek verliest 21 secondjes, net als Froome. Dat is bijna niets. We staan 42 seconden achter. En ik ben daar zeer blij om eens kijken in het klimklassement. Peter Sagan was weggereden. Zo te zien. Dus is hij nu ook de nieuwe puntenleider Sagan? Nee, nog altijd niet. Maar is al... ja er was maar één tussen de spullen. Maar hij stelt die voor, Sagan. In de bolletjes trui. Maar we staan dus nog altijd eerste. Uh, met Van Avermaat. Oh, wauw, ik was net Van den Broek aan het kijken. Nee, Van Avermaat is een nieuwe leider in het bolletjesklassement. Wauw, hij was weg in mijn groepje met Saganda, waarschijnlijk. Alles is echt Van Avermaat in de bolletjes trui. <laughs> van Den Broek. Dus oké, okay, laten we die twee dagen ook nog maar skippen. Dat we Dan uh, kunnen we daar verder starten. Anders, de twee vlakke ritjes daar wordt toch nooit iets uh, getoond. Uh, Seurissen tekent, Rugano tekent voor volgend seizoen. Dat betekent dat we weer twee nieuwe renders bij hebben. En nu ga ik nog eens kijken naar die Haido. Of dat we daar toch nog iets mee kunnen doen. Nee, 2000 kunnen we maximum uitgeven. Dus dan hebben we toch vier nieuwe renders in ons. Dus uh, ja, dat zorgt voor een klein beetje. Oké, okay, uh, die red is gereden jongens. Ik was vergeten te laten zien. Kevin is had gewoon een tweede dat aan geworden. En we hebben gewoon 0 seconden verloren. Dus voilà, we zitten aan de tijdrit. En kom, we gaan de tijdrit ook nog laten. Oh, kom. Gewoon laten zien en kijken wat er gebeurt hè, voor de spanning. Jurgen van den Broek heeft 1 um, gekregen. Dus hij is supergoed in vorm aan het graag Kijken, vorm 1. Dus um, dat ziet er goed uit voor het einde van de tour. Ik hoop waar ze stuk eraan komt, maar ik verwacht van niet. Voilà. Uh, komt dat door? Wel, uh, en vroegen allebei een betere tijd? Het gereden. Waar is... waar is hij? Waar is Van den Broek? Hier is Van den Broek 2 minuten verloren. En ja, een minuut verloren. Dus dat betekent dat we op 2 minuten en 18 seconden staan. Wauw, dat is echt een heel slechte tijdrit van Van den Broek. Ik kan toch een beetje tijd rijden, Dus ik verschiet er echt wel van. Ai, 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 ai. Dat is niet wat ik wil. Helemaal niet wat ik wil. Maar we gaan dat goed maken in de bergen. Want wij zijn de betere. Dus uh, ja, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En tot de volgende keer, jongens. Hebben nou eens day. The... Uh, please leave a like and comment in the description peace out